Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Oh, wacht, ik heb de verkeerde controller. Ik heb de PlayStation 5 controller. Wie van jullie of wiens vader of moeder heeft er al een PlayStation 5 weten te scoren? Want het is niet normaal. Deze dingen zijn continu uitverkocht. Ik ben wel echt blij dat ik er al eentje heb, maar Piet, geef mijn controller even terug. Zat je nou gewoon mijn controller op te eten? Ja! Maar waarom? Waarom niet? Nou, dat is nou niet echt normaal gedrag. Je bent zelf geen normaal gedrag. Nee, jij bent een gedrocht. Ga maar weer lekker daar naartoe. En dan gaan wij nu toch echt de epische bossfight zien in deze serie. Dit is het laatste stukje van deze wereld. En de bossfight zit er nu toch wel echt aan te komen, jongens. Let's freaking go. Ik heb er zin in. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt voor deze 100% run in Super Mario 3D World. Let's go. Ik heb de blauwe toad weer genomen. Want ik weet dat jullie van blauwe toad hadden. Dat zetten jullie elke keer in de reacties. Dat blauwe toad de beste is. En jullie willen dat ik met blauwe toad ga spelen. Dus weet je, dan ga ik gewoon lekker met blauwe toad spelen. Gewoon omdat het kan. Let's go. Oké, hopelijk kan blauwe toad... Ja, daar naartoe om de eerste ster te pakken. Lekker gedaan, jongen. Lekker gedaan, hoor. Oh, even... Oh, uitkijken voor de vuur. Ja, oeh. Dat ging maar net goed. Hé, maar ja... Nou, je bent een baas of je bent het niet, hè? En blauwe toad is een baas. Kijk hem chillen, joh. Kijk hem chillen op deze ijsblokken. Oké, power-upje, tanuki-tootje. Hallo, hamerbroertjes. Doei, hamerbroertje. Oh, jij gaat daar naartoe? Oké, oké. Ik ben hier. Jij bent nu daar, kapot. In de lava. Doei, doei. Ah, we zijn alweer halverwege. Nice. En dan gaan we op dit ijsblokje. Dit zijn wel echt gigantisch goede ijsblokjes. Als ze gewoon niet smelten van lava. Oh, daar is de stempel. Oh, ik kon gewoon chillen. Chillen. Ja, lekker. Hierop. Ja, nice. Oeh, lekker tootje. Heerlijk gedaan, jongen. Oké, jump. Ja, jump. En go. Dan gaan we nu weer sliden, denk ik. Wat komen we nu tegen? Helemaal niks nog. We kunnen gewoon nog even chillen. Oeh, nice. Oké, en nu? En nu? We zien hier de lava bollen. Heb ik geen zin in lavabollen? Heb ik geen zin in, zeg ik. Nee, laat me met rust met je lavabol. Ik moet hier groene muntjes zien te pakken. Ah, yes. Lekker. Ik heb geen zin in lavabollen, maar wel in oliebollen. Hey, jongens, is het al oud en nieuw? Ik wil oliebollen. Even kijken, is hier bovenop iets toevallig? Nee, hier zijn alleen muntjes. Ik moet nog één groene ster zien te vinden. Die zal ongetwijfeld hier ergens op de route zijn. Let's go. Daar gaan we weer. Deze heeft er zin in. Het tempo ligt hoog. Nu gaat hij naar die kant. Ja, yeah, oké. Okay. En nog een keer, denk ik. Yes. Je moet gewoon eigenlijk goed kijken welke kant hij op gaat. Dan is er niet zo'n heel groot probleem. Vooralsnog. Ja, daar is de ster. Springen. Lekker. We hebben de ster. Nu alleen nog even het level uitspelen. Oké, we zijn weer op hetzelfde punt aanbeland. Yes, oké. Go, go, go. Ik hoef nu niet het sterretje te pakken, dus dat scheelt. We moeten wel even hier naar boven. Nee! Nee! Wat een poepstuk. Oké, focus, Rick. Focus, focus. Die is weg. Nice. Nice. Oké, go. Go. Ja. Oké, dit ging echt weer maar net goed. Lekker. Lekker. Nu moeten we hier naartoe. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dan moeten we nu vanaf hier waarschijnlijk in één keer in de vlaggenmast springen, of niet? Oh. Oh, nee. Oh, nee. Nee! Ik had hem bijna. Oh. Misschien kan ik hier nog een kat vandaan halen. Please, please, please. Ja! Oké, jongens, ik ga het nu niet eens proberen, hè. Ik ga het niet eens proberen om erin te springen. Ik vind het helemaal goed. Ik ga gewoon zo chillen. Zo, lekker. En dan pakken we even het kattenbelletje erbij. En dan springen we er gewoon zo in. Hoppa! Ik ging even voor de makkelijke manier. Oké, en dan nu. Wat zijn dit voor twee leveltjes? Er is maar één ster. Zijn dit boss battles? De toegift van Motley Blosblop. Oh nee. Motley Blosblop is weer terug, jongens. Wat krijg ik hier? Ah, kijk. Ik krijg hier een kerstje van hem. Dankjewel. Twee kattentootjes. And there we go. Bowser heeft gewoon weer de hulp ingeroepen van dezelfde hulpies, jongen. Kijk, daar is hij weer. Motley Blosbloppie. Volgens mij in iets andere kleurtjes. Ja. Ja, ja, ja. En hij is nu ook goud met groene ogen. Let's go, let's do this. Ben je nog steeds boos? Oké, we gaan het nu dus op die manier doen. Hè?
We gaan het nu op die manier doen, dus blijkbaar. Waar is die? Daar is die. Pak hem. Lekker. Ja, hij heeft wel een upgradeje te pakken nu, hoor. Hij heeft wel een upgradeje. Kijk, elke keer als hij nu stampt, dan komt er zo'n ringetje. Ja, en dan moeten we dan maar gewoon overheen zien te springen. Heb ik hier weer... pak hem! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Kom op nou! Waarom pak ik hem niet? Wauw! Wauw! Is niet oké. Moet ik dan gewoon al deze... Ah, man! Ik ben het echt aan het verpesten! Ik heb hem wel nu voor de tweede keer geraakt, gelukkig. Het is niet mijn beste boss battle, jongens. Vergeef me, vergeef me. Rennen, Toad, rennen. Rennen. Hij springt nog één keer. Dan spring ik hier keihard in de midden om even dit ding te pakken. Ik ben nu twee kleine Toadjes en we hebben hem. Met mini Toadjes. Lekker. Toadjes, springen. Ik vind die kleine Toadjes er zo grappig uitzien. Ja, dat is echt, ze zijn gewoon baby Toadjes, man. Kijk hem rennen. Hey, yay, ik heb het gehaald. Nu dan. Ster nummer 240 moeten we in dit level gaan halen. Ik ben benieuwd wie hier terug is, jongens. Het is het Hof van Histocrat. Wie was Histocrat? Is het een belediging als ik zeg dat ik niet meer weet wie Histocrat is? Oh, wacht even. Oh, deze is wel lastig, jongens. Deze is echt lastig. Dit is dat zandmonster. Ja. Ja, en ik heb geen power-ups. Oké. Een kat zou hier heel chill zijn. Ja. Er is wel een muntje hier. Ja, hoe kom ik überhaupt nu hier op, joh? Ik kom er niet op. Oké, ik kom hier wel op. En dan kom ik hier ook op. Spring op zijn hoofd. Lekker. Lekker, we hebben hem één keer geraakt. Daar is hij weer, daar is hij weer. Vuurballen all over the place. Kom je ergens met een kattenbelletje? Daar kan ik sowieso niet op. Misschien moet ik weer via deze kant. Ik ben benieuwd. Wat ga je doen? Ja, nu kan ik via deze. Kan ik op deze? Oh, dit kon. Dit was jammer, dit was heel jammer. Oh, kijk, kattenbel. Oh, pak hem. Pak die kattenbel. Lekker. En hierop. Nice. En dan... Ah, nee! Hij is net weg. Oh, dit is zo zuur. Oké, we moeten even goed de puzzel leggen. Nou, ik ben gelijk al mijn power-ups weer kwijt. Wat lame. Oké, we kunnen via hier, op hier en op hier. En dan... Nee, dan heb ik de jump weer niet gemaakt. Ik moest wachten. Oh, misschien nu alsnog. Nee, kom op, Rick. Oh, man. Is er iemand die straks een kattenbel heeft voor mij? Of... Mag ik zo op je hoofd springen? Lekker. Oké. Ik moet hem nog één keer raken. Ta! Oké, eens even kijken hoe we dit gaan doen. Hier is een laag kopje. En dan? Daarachter is een laag kopje. Ja, ik kan hier. En dan zo door. Oh, nee. Dit was jammer. Ik moet even geduld hebben nog, merk ik. Be patient, my friend. Oké, nu kan ik hier op springen. Ah, nee, dan moest ik op die en dat kan niet. Dat kan hij niet meer, want ik heb zijn kopje gebroken. Of nou ja, zijn schoteltje is het eigenlijk. Hierop. Ja! Ja! Woehoe! Lekker Toadje. Goed gedaan, jongen. Ik had niet verwacht dat wij dit in één keer zouden redden met een kleine Toad. Gelukkig had ik tussendoor een kattenbel, maar die was ik ook alweer heel snel kwijt. Anyway... Dit hebben we ook weer gehaald, jongens. En nu kunnen we naar het laatste level. Ja. En dan mogen we denk ik gewoon naar boven. Maar ik ben wel benieuwd of hier nog wat is. Kunnen we hierin? Ja, kijk, we kunnen hierin. Oeh, cadeautjes. Lekker. Ik neem een vuurbloem mee en een kattenbel. Let's go. Zou er aan de andere kant ook nog zo'n feestje zijn? Nee. Daar is geen deurtje. Jongens, doe een duimpje omhoog. Want hier gaan we. 170 sterren leveren we in. En dit is een van de meest epische levels ooit in een Mario game. Geloof me, dit wordt vet. Bowser's Kermiskasteel. Wow, kijk dan. Kijk al die lichtjes. En kijk hoe we hoog we moeten klimmen. En hoor de muziek. Ah, ik heb hier zin in, jongen. Kijk, Pikachu was er ook. Even een donderschokkie erbij. Kijk, hier staat zijn gesloopte auto. Die heeft hij achter moeten laten. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Let's freaking go. Oké. Bowsertje gaat helemaal los. Ik zag al gelijk wat vuurballen. Of waren het de Fire Bros? I don't know. Oh, er zijn natuurlijk ook nog sterren in dit level. Daar moet ik ook nog rekening mee houden. Ik wou gewoon ook keihard omhoog rennen. Ja, dit begint niet echt heel erg episch. Tenminste, vanaf mijn kant niet.
Ik zie hier geen sterren. Maar misschien heb ik nu al iets gemist, joh. Let's go! Daar zijn Goomba's met kattenoortjes. Wat zit hierin? Een kattenbel. Lekker, die kan ik goed gebruiken, denk ik. Hoppakee, hoppakee. En nu mogen we hier in het reuzenratje. Weet je dat ik hou echt niet van reuzenratjes, jongens. Ik ben echt... Oh, daar moet je niet mee aankomen bij mij, jongen. Ik hou niet van hoogte. Ik heb hoogtevrees. Geen grap. Kijk, hoppakee. We gaan even deze allemaal eraf gooien. Ik hoop dat zij geen hoogtevrees hebben. Hoppakee, doei. Mazzel. Ja, en dan hebben we hier de eerste ster. Ik dacht al. De eerste ster. Dus zal er vast niet voor niks zitten. Oké, hoe ga ik die pakken? Ik denk gewoon zo. Oh, nee, oké. Misschien dan de andere kant op. Zo, yes! Het is de tweede ster! Nee! Ik ga opnieuw. Waar is de eerste ster? Ja, die moet dan hier ergens zijn. Hier? Zit die hier? Zit die hier binnen? Nee. Moet ik gewoon alle vijanden verslaan? Moet ik jou ook een klappie geven? Hoppa. Dat is het, hè? Dat is het volgens mij gewoon. Niet? Nou, dan moeten we echt even goed gaan zoeken waar die dan wel is. Hij is gewoon hier, joh. Aha. En de tweede ster, die hebben we ook weer te pakken. En door. Yo, Tootje. Matty. What up, my man? Ik heb geen idee hoe jij hier beland bent, maar oké. Okay. It's all good. Even kijken of we al een stempeltje en een sterretje kunnen spotten. Ja, voorlopig nog niet. Ik zie nog niks. Oké, Toot. Baas, daar gaan we. Let's go. Oh, we moeten deze gigantische toren beklimmen. Ja, en daar is die hoor. De Bowserbaas. En wat heb je in je handen, jongen? Oh, je hebt ook een kattenbel in je handen. Net als in Bowser's Fury. Nee. 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 Kijk, we gaan. Wat doe je? What? Dit is Meowser. Dit is zo grappig. Dit is zo'n grappige versie van Bowser. Dit is geniaal. Let's go, Toad. We gaan klimmen, vriend. Oh, wacht even. Ik ben te snel. Ik moet even chillen. Ik sta daar boven in beeld, maar de game houdt mij niet bij. Daar komt hij hoor. Oké, wat? Je gaat klimmen. Oké. Ik ga hierin, ja? Ik weet niet waar ik uitkom. Ik kom daar uit. Oké, cool. Kijk. Wow. Doe eens even rustig, vriend. Je hoeft niet gelijk zo boos te doen, nee. Oké, hier is de derde ster trouwens. Ik ben dood. Nee, ik bedoel, ik ben dood. Er is niks gebeurd, ik ben dood. Ik raakte net in paniek door dat blauwe sterretje. Ik dacht, nee, ik moet dat sterretje pakken. Paniek. Maar ik denk dat ik misschien wel gewoon rustig aan kan doen. Ik hoop het. Laat die muur los. Laat nou die muur los. Oh, dood. Rustig aan, jongen. Laat die muur gewoon even los. Hier, 4, ja, 5, 6, 7 en 8. Ja, en het sterretje pakken. Heerlijk. Oké, in de buis, Tootje. Lekker. Kijk hoe die zijn best doet, jongen. Die gekke Meowser. Heerlijk. Klimmen! Woe! Klimmen. Kan ik nog daar naartoe? Kan ik nog naar dat vraagteken? Moet ik dat doen? Ja, ik ga het toch doen. Ik... had niet moeten doen. Dat is echt altijd. Of ik ben te gierig, of ik ga te langzaam. Potverdorie. Oké. Nu heb ik gewoon twee kattenbelletjes. En dit moet goed gaan komen, denk ik. Oké, Bowser. Jij bent weg. Ja, jij gaat even los. Ik kan even gewoon hier chillen. Zonder dat jij helemaal panisch en lijp wordt. Ja, jij gaat daar klimmen. Top. Oké, laat me naar boven. Yes. Alright. Let's do this. Let's do this, Meowser. Wat gaan we doen dan? Oh, ik moet naar jou toe, hè? Ik moet dit pauwblok slopen. Ik moet zo dit doen. Hoppakee. Later. Ah, het is alleen nog niet klaar, hè? Kijk, anders had dit doek wel open gegaan, hè? Het is nog helemaal niet klaar. Kijk dan. Daar gaan we. We worden naar boven geschoten, maar Meowser is het er niet mee eens. Maar het is nog super ver. Kijk hem klimmen, jongen, die gek. Wat doet hij? Als een soort van King Kong. Oh, hij heeft zich gemultiplied. Er zijn nu meerdere Meowsers. Let's go. Daar gaan we. Oké. We moeten even oppassen hier. Daar kwam er inderdaad eentje doorheen. Daar is er nog één. Yo, dit is gewoon de invasie. De invasie van de Meowsers. Kijk hem gaan. Daar komt er weer eentje terug.
Let's go. Hier is weer een gat in de muur, dus daar moeten we ook voor oppassen. Eigenlijk wil ik gewoon lekker hier omhoog klimmen. Ja, dat is de kortste weg. Dat is de kortste weg. Lekker. Dan kan ik gewoon een beetje hier aan hangen. Lekker. Oh, kijk hem. Kijk hem als een echte Turtonator gewoon, hé. Als een echte Turtonator. Auw! Ah, waar ben ik? Waar ben ik? Nee! Nee! Nee, ik ben er nog. Ik ben er nog. Lekker, Toad is er nog. Oh, wat een epische save. Lekker bezig, Toad. Oké, trappetje op nu. Rennen, Toad. Rennen, Toad. Sneller. Je bent de snelste character. Let's go. Jump. En dan hier naartoe, via de trap. Oh, daar komt er nog één. Daar komt er nog één. Ja, ik wil tempo maken, jongens. Ik wil gewoon snel. Ik wil dit snel doen. Ik wil het snel doen. Kijk, er glijdt er nog eentje naar beneden. Daar is weer een Turtonator, Meowser. Trappetje op, trappetje op, trappetje op. Let's go, let's go. Ja, nice. Hier omhoog en dan een grote powerblok. Hoppakee, nog een keer. En nog een keer. En, oh, nog een keer met een jumpsprong. Ja! Woe! Dit ging echt maar net goed. Ik was alweer kleine Toad. Maar daar gaat hij, jongen. Zelfs met je Meowserkrachten kan je niks doen tegen Blauwe Toad. Want Blauwe Toad is de meest epische Toad ooit in de wereldgeschiedenis der Toads. Vuurwerk erbij. Wat een sensationeel level is dit. Het is echt zo'n vet leveltje. Ze kijken weer blij. Oh, hadden jullie dit niet even eerder kunnen doen? Als jullie toch deze kracht hadden, dan hadden jullie toch al eerder uit die fles kunnen gaan, of niet soms? Lekker handig. We hebben alleen de stempel nog niet. Ja, maar die stempel die is hier. Die moet hier wel zijn, toch? Ja hoor, daar is de stempel. In het boompie. Die pakken we ook nog even mee. Hoppakee. En daar zijn ze. Met z'n zevenen. De kleine veetjes. De chick van Mario, van Luigi, van Daisy, van iedereen. Zo. Hatsflats. Ik heb er keelpijn van, jongens. Van al dat geschreeuw. Lekker gedaan, Tootje. Je hebt ze bevrijd. Samen met al je andere makkers. Yay! Nou, doe nog even een dansie. Even een spinnetje. Yay! Yay! Daar gaan ze, alle katjes. En we hebben de sticker van Meowser, de stempel van Meowser ook binnen. Maar is dit wel echt het einde? Want ik zie deze zeven veetjes hier nog even discussiëren. Zo van, hey, dit is wel een interessant steentje. Ja, dit is een heel interessant steentje. Oftewel, er valt gewoon nog meer te beleven. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat ook wil zien. Want er zit nog een character in deze game. Het zijn niet alleen Mario, Luigi, Peach en Toad. Maar er komt nog iemand bij. Dus abonneer en dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!